President Chandrika Prasad Santokhi heeft tijdens zijn bezoek aan de Bahama's ontmoetingen gehad met prominente figuren om economische kansen voor Suriname te verkennen. In een bijeenkomst met de Canadese juridische adviseur Tia Tariq bespraken ze manieren om de welvaart in Suriname te bevorderen door middel van training en het creëren van banen. President Santokhi vroeg haar ook om bij de Canadese overheid financiering te verkrijgen voor projecten zoals studiefinanciering, laptops voor scholen, gratis schoolvervoer en verbeterde cyberveiligheid. Daarnaast ontmoette hij de Nigeriaanse zakenman Aliko Dangote en besprak investeringsmogelijkheden in de industriële sector en olie- en gasontwikkelingen in Suriname. Ook werden samenwerkingsgebieden zoals infrastructuur, duurzame energie en technologische uitwisseling verkend. President Santokhi benadrukte de investeringsplannen tussen Suriname, Guyana en Brazilië voor de ontwikkeling van grensgebieden met industriële projecten en wekte zo de interesse van Dangote.